The subject of our session is a biblical holiday, admittedly one of the most obscure days of commemoration in the Bible. En vanavond gaan we bespreken ook een Bijbelse feestdag en ook wel een obscure herinnering, zeg maar, ook in de geschiedenis. As a day of commemoration, it is mentioned exactly once in the Bible, in one verse, in the words of the prophet Zechariah. En het is ook opmerkelijk, want dit wordt ook eigenlijk maar één keer genoemd in de hele Bijbel, en wel door de profeet Zechariah. But as I think we'll see, it's a day that has profound implications for each and every one of us to this day. Maar voor iedereen zit hier een hele belangrijke boodschap in, ook vandaag de dag, voor juist deze dag. And of course, as you know, the premise of this series on biblical holidays is that for anyone who believes that the Bible is God's revealed word, everything in the Bible has a message for each and every one of us. En wij bespreken deze Bijbelse feestdagen in deze sessies, want Rabbi Chaim is ervan overtuigd dat iedereen die gelooft dat Gods woord, de Bijbel, Gods woord is en waarin hij zichzelf ook openbaart, dat in ieder aspect en ook in iedere feestdag een les voor ons allemaal zit, ook vandaag de dag. Our story begins at the beginning of chapter 7 of Zechariah. En we beginnen naar te kijken naar het boek van Zechariah, hoofdstuk 7. We read that the people sent a question. En hierin lezen we dat het volk een vraag stelt of zendt naar de koning. In verse 2, they sent to Bethel to entreat the favor of God. En dat staat in vers 2. In Bethel daar worden de mannen naartoe gezonden om de gunst van de Heer te zoeken. In verse 3, to speak to the priests and the prophets, saying, should I weep in the fifth month, separating myself, as I have done these so many years? En de vraag die door het volk wordt gezonden, lezen we in vers 3, en ze zoeken dan in... Ze zeggen daar ook, en om te vragen aan de priesters die tot het huis van de Heere der Heerscharen behoorden, en aan de profeten, moet ik in de vijfde maand wenen en vasten, zoals ik dit nu reeds vele jaren gedaan heb? Dat is de vraag. The truth is, the whole style of asking a question in this manner is something that is very much embedded in Jewish tradition. The questions that to this day people ask rabbis, teachers, how to understand the words of the Bible, how to understand how to act, how to observe the words of the Bible. En deze vraagstelling, zoals die hier wordt neergezet, is op zich helemaal niet vreemd. En het is ook inderdaad een traditie in het Jodendom om vragen te stellen. Tot op de huidige dag, ook vandaag de dag, worden de rabbijnen bevraagd door mensen hoe zij Gods woord moeten interpreteren of iets moeten verstaan. But of course, to understand the question, we need to remember a little bit of background. What is the fifth month? And why are they weeping? Maar om deze vraag natuurlijk goed te kunnen beantwoorden, moeten we ook kijken wat deze vraag precies inhoudt. Wat is het vasten in de vijfde maand en waarover werd er geweend? And the significance of the fifth month becomes very clear from other passages in the Bible. En de urgentie van de vijfde maand wordt op andere delen in de Bijbel wordt dat wel heel erg besproken. Uitgezet, uiteengezet. At the very beginning of Jeremiah, we read when the prophet introduces the period of his prophecy that the exile of Jerusalem took place in the fifth month.
En Jeremia begint zijn boek zelfs inderdaad, dat daarom ook wat genoemd, dat de wegvoering naar Babel begon, of bijna was begonnen. En daarin wordt de vijfde maand ook genoemd in vers 3, hoofdstuk 1, vers 3. And likewise, this is an idea that we find expressed in both the last chapter of the Book of Kings. En ook in beide koningen in het laatste hoofdstuk wordt dit genoemd. In verse 8 we read, in the fifth month, on the seventh day of the month, came Nebuzaradan, the captain of the guard, or the chief of the slaughterers, chief executioner. And in verse 9, he burnt the house of God, the holy temple, the king's house, all the houses of Jerusalem. He broke down the walls of Jerusalem round about and carried away the residue of the people into exile. En we zien dat ook beschreven gaan in 2 Koningen 25 vanaf vers 8. Daarin wordt beschreven, daarin in de vijfde maand, op de zevende van de maand, dat was het 19e jaar van koning Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, de dienaar van de koning van Babel, te Jeruzalem en verbrandde het huis des Heren. En zo voerde hij dus iedereen ook weg. En hij wordt hier in de grondtekst ook beschreven als echt een geweldenaar ten opzichte van het volk. Het was een brute man. Very similar, almost identical to the last chapter of the Book of Kings is the last chapter of Jeremiah. In Jeremiah chapter 52. Where we read almost exactly the same description, except in verse 12, it's in the fifth month, in the tenth day of the month. That discrepancy between seventh day and tenth day is an interesting question for a different discussion. En in Jeremia 52 zien we ongeveer het gelijk, wat ongeveer precies hetzelfde beschreven, vanaf vers 12. Dus Jeremia 52 vers 12, daarna in de vijfde maand op de tiende van de maand. Dus hierin wordt genoemd de tiende van de maand. En zoals we net lazen in Koningen was het de zevende van de maand. Daar gaan we nu niet op in, dat is weer voor een andere sessie. But in any case, when we ask why were they weeping in the fifth month, the weeping in the fifth month was a commemoration of the destruction of the first temple. For them, of course, it was the only temple. The destruction of Jerusalem, the exile of the people by the Babylonians. Dus het wenen in de vijfde maand en het vasten is dus een herinneringsdag wat er is gebeurd. Het vernietigen van de tempel, het vernietigen van Jeruzalem, de wegvoering en de ballingschap in Babel. Dus daarom werd er in die maand gevast op die dag. Why the question, of course, because the second temple has been built. So now that the second temple has been built, should we still be observing the mourning for the destruction of the first temple? Dus dat is ook de vraag van de mensen in Zachariah. De tweede tempel is dan inmiddels herbouwd. Dus daarom vragen de mensen, moeten wij dan nog steeds blijven rouwen en wenen in de vijfde maand nadat de tempel herbouwd is? And that brings us to the answer, which we read around a chapter and a half later in Zechariah chapter 8, verse 19. En dat antwoord vinden we terug in Zechariah 8, vers 19. Now, when we consider what the answer is, maybe we could appreciate a good rule is when you ask a question, watch out because you may get more than you expected. En hier wordt dus het antwoord beschreven. En Rabbi Chaim legt ook uit, soms moet je ook afvragen. Als je een vraag stelt, kun je ook een heel vol antwoord krijgen. En misschien krijg je wel meer antwoorden dan je had verwacht. They only asked about weeping in the fifth month. Want zij hadden dus alleen maar gevraagd naar het wenen en het vasten in de vijfde maand. But God's answer in Zechariah chapter 8 verse 19 is the fast of the fourth month and the fast of the fifth and the fast of the seventh and the fast of the tenth
shall be to the house of Judah joy and gladness and cheerful seasons. In Zacharia 8, vers 19 lezen wij het antwoord wat de Heere God zelf geeft. Zo zegt de Heere der Heerscharen, het vasten der vierde, vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en vreugde, ja tot blijde feesten. Heb dan de waarheid en de vrede lief. So on the one hand, of course, the message of the prophecy is that now that the temple is rebuilt, these days that had been observed as days of fasting and weeping during the period of the Babylonian exile are to be observed as days of joy and gladness. Dus het is opmerkelijk inderdaad ook wel het antwoord, want de dagen waarop werd gevast waren allemaal treurdagen en er werd op geweend, juist door het vernietigen wat er allemaal was gebeurd. En deze dagen werden in acht genomen, juist in de Babylonische ballingschap. But understanding what these days are is not just a question of historical interest. Maar het is natuurlijk van meer belang ook om echt te begrijpen wat deze dagen zijn geweest in een historisch perspectief. Maar dat gaan we ook even anders uitleggen nu. While these days were observed as festive celebrations during the Second Temple period, after the Second Temple was destroyed, they revert again to being fast days. Dus deze dagen werden feestdagen, of een beetje feestdagen, meer gevierd gedurende de Tweede Tempelperiode. Want de Tweede Tempel was een feit. Maar na de vernietiging van de Tweede Tempel kwamen deze dagen ook weer terug en werd er weer, net als van ouds, gevast en gerouwd. So besides the fifth month, now we need to understand what the additional fasts are for the fourth, the seventh, and the tenth months. Nu we dan weten wat de vijfde dag precies inhoudt en wat er dan herinnerd werd en daarom ook gevast, moeten we eigenlijk ook kijken wat houdt dan de vierde, de zevende en de tiende dag die daarin genoemd worden. Wat houden die dan in? Well, we discuss each of these fasts in separate sessions, but just to note briefly the meaning of the words of the prophecy. We hebben deze vasten wel eens besproken in eerdere sessies, maar we lopen ze even kort bij langs om even weer erbij stil te staan wat ze betekenen. We read both in Jeremiah chapter 39 verse 2 and in Jeremiah chapter 52 verse 6 that it was in the fourth month that besides, as we read in chapter 52, the famine was sore in the city, there was no food. The wall of the city was breached on the way to the destruction that took place in the fifth month. En Jeremia noemt dit in hoofdstuk 39 en 52. Jeremia 39 vers 2 en Jeremia 52 vers 6 wordt de vierde van de maand genoemd. En daarin staat de belegering van de stad. En op die dag brak de vijand door de muren heen. So the fast of the fourth month is a lead up to the destruction that took place in the fifth month. Dus de vierde vasten is dus een opgang, zeg maar, naar wat er gebeurde in de vijfde maand. En het was het begin van de echte verschrikkingen die zouden gaan volgen. What happened in the seventh month? Wat gebeurde in de zevende maand? We read in Jeremiah chapter 41, following the destruction of the temple and of Jerusalem in the fifth month. En dat lezen we in Jeremia 41, dat volgt gelijk op de passages van 39 wat we net hebben gelezen, de belegering dus van de stad. That when the king of Babylon appointed Gedaliah, the son of Achikam, the son of Shaphan, as his governor, his vassal, for those who were left in Judah, it was in the seventh month
that Gedaliah was assassinated. En het gebeurde in de zevende van die maand dat de koning had iemand aangesteld, onder andere Gedaliah. En die bleef dus achter in het land en ook om toezicht te houden. En het tragische is dat toen op een gegeven moment Gedaliah is gedood. Besides what we read in verse 3, that in addition to the murder of Gedaliah, also all of the Jews and the Chaldeans who were together with him were massacred as well. The final implication of all this, and this we read in the last chapter of the book of Kings, in the second book of Kings, chapter 25, in verse 26, is all the people, both small and great, and the captains of the forces arose and came to Egypt, for they were afraid of the Chaldeans. En het tragische wat daarop volgde, op het vermoorden van Gedaliah, lezen wij in onder andere in 2 Koningen 25, vers 26, dat diegenen die daar toen nog over waren en die bij hem waren, die waren bang voor de Chaldeeën. Dus ze bleven niet in het land zoals God bevolen had, maar ze trokken weg en gingen naar Egypte. So, following the destruction of the Holy Temple, the destruction of Jerusalem, the exile of most of the inhabitants, there was still some vestige, some glowing coal of Israel that remained in the land. And with the assassination of Gedaliah, that was extinguished and the exile was complete. Dus je kan in feite zeggen, na de inname van de stad en de vernietiging die daar heeft plaatsgevonden van de stad en van de tempel, van de mensen, daarna de wegvoering naar Babel, dan lijkt het allemaal heel slecht, maar er was een handjevol Israëlieten, bleef dus achter in het land, er was een rest, maar met het vermoorden van Gedaliah kwam eigenlijk daar dat sprankje hoop, wat van die mensen uit kon gaan, werd daarmee vernietigd. En dat is het meest trieste. So there is of course then a progression from the breaching of the wall in the fourth month, the destruction in the fifth month, and the complete eradication of the habitation of Judah in the land of Israel in the seventh month. Dus er is een opgang naar al de vasten, zeg maar, die we hebben dus gezien, van alle dagen die we nu even hebben genoemd. De belegering, de inname, de vernietiging, de wegvoering van Juda op het laatst naar Babel. En dat heeft hier dus allemaal mee te maken. Now, we're not talking about the fourth month now, or the fifth month, or the seventh month. Maar we praten vanavond niet over het vasten van de vierde, de vijfde of de zevende maand. But then there's also the 10th month, the fast of the 10th month that we need to understand. Want er is ook een vasten van de tiende maand en dat moeten we ook proberen te begrijpen. Now of course, explicitly, it's only mentioned in God's response. The people only asked about weeping in the 5th month. Dus het is heel opmerkelijk, want hier in Zacharia wordt alleen het vragen gesteld naar het vasten en het bewenen van de vijfde. Alleen de Heere God noemt dan daarin specifiek, dit komt dus van hem weg, de tiende. And yet, maybe there's a little bit of a hint, even in the question itself, that they had in mind these other commemorations, especially the 10th month. En misschien door de vraagstelling van hunzelf hadden ze natuurlijk de andere vastendagen best wel in gedachten. En misschien juist wel specifiek het vasten op de tiende dag. Because remember we saw in Zechariah chapter 7 verse 1 where the question was introduced, when it is that they asked the question. And we read in verse 1 that they asked the question in the fourth day of the ninth month.
En misschien moeten we ook even gaan kijken wanneer deze mannen juist de vraag stelden over het vasten. En dat lezen we in vers 1. In het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand in de Kislev, werd het woord des Heren tot Zacharia. Dus toen werd het die vraag gesteld in de negende maand, dus een maand voor de tiende maand van het vasten. Why ask a question in the ninth month for the fifth month? That's another 8 months away. Waarom een vraag stellen in de negende maand over een vasten die in de vijfde maand plaatsvindt? Dat duurt nog sowieso 5 maanden. Now, of course, you could say, well, maybe they were just planning ahead. Je kan misschien zeggen, misschien waren ze een beetje aan het vooruitplannen met alles. Well, besides the fact that human nature being what it is, usually people don't plan ahead that much. En natuurlijk is het niet zo, hè? We kennen het menselijke ras. En meestal is het juist niet zo dat wij zo actief juist met deze dingen aan het plannen zijn. There's another possibility, and that is, maybe they were asking the question in the ninth month, because besides asking about weeping in the fifth month, they were also thinking about, we have a day that we commemorate next month, in the tenth month. En misschien is het ook wel zo dat ze juist de vraag stelden in de negende maand, de vraag over het vasten in de vijfde maand, omdat ze misschien best wel in gedachten hielden van, oh ja, maar we hebben ook nog een vasten volgende maand. So, what are they commemorating in the tenth month? Het was de bedoeling, of wat is het vasten van de tiende maand, wat houdt dat in? There's a very simple, straightforward answer to this question. En natuurlijk is een heel eenvoudig antwoord op deze vraag. Of course, as is often the case with simple, straightforward answers, it may not be correct. Maar zoals het vaak ook wel is, als je een simpel antwoord hebt, dan wil het ook nog wel eens zo zijn dat dat antwoord juist heel simpel, maar niet correct is. But first, the simple, straightforward answer. Eerst gaan we het simpele antwoord geven. We read in 4 different passages in the Bible about what took place on the pathway that led to destruction in the 10th month. Op verschillende plaatsen wordt de tiende maand wel genoemd wat daarin heeft plaatsgevonden. In Jeremiah chapter 39 in verse 1, in the 9th year of Zedekiah king of Judah, in the 10th month, came Nebuchadrezzar, king of Babylon, and all his army against Jerusalem, and besieged it, the beginning of the siege. Dus we gaan kijken naar Jeremia 39. Hierin wordt het ook beschreven, de datum. En het is dus eigenlijk het vasten in de tiende maand, is een opgang naar al het andere wat hierop zal volgen. In het negende jaar van Zedekia, de koning van Juda, in de tiende maand, was Nebukadnezar, de koning van Babel, met zijn gehele leger naar Jeruzalem gekomen om het te belegeren. Dus toen begon de belegering van de stad. We read of exactly the same occasion, the same circumstance in Jeremiah chapter 52. And likewise, in the second book of Kings, chapter 25. En we lezen deze gebeurtenis ongeveer precies hetzelfde geschreven in Jeremia 52. Net zoals in 2 Koningen op het eind. And there is a specific date associated with the beginning of the siege. It is in the 10th month, in the 10th day of the month that the siege of Jerusalem that led to its destruction began. En de datum waar het allemaal begon wordt dus ook in Jeremia 52 genoemd. En we gaan er even naar lezen. Dat is vers 4. In het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand, rukte Nebukadnezar, de koning van Babel, zelf met zijn gehele leger tegen Jeruzalem en sloeg het beleg erom. Dus toen begon echt de belegering van de stad.
besides these mentions, twice in the book of Jeremiah, once in the book of Kings, this date also appears in the prophecy of Ezekiel. En deze exacte datum wordt dus genoemd twee keer door Jeremia in 52 en 39 de hoofdstukken, maar ook dus in het boek Koningen, Twee Koningen. Maar ook de profeet Ezekiel noemt deze dag. The exact same date with a special point of emphasis. En hij noemt ook deze dag juist met een speciale herkenning, zeg maar ook met een belangrijk iets wat genoemd door hem, door Ezekiel. In Ezekiel chapter 24, beginning with verse 1, the word of God came unto me in the ninth year, in the tenth month, in the tenth day of the month. We lezen dan in Ezekiel 24 vers 1, het woord des Heren kwam tot mij in het negende jaar, in de tiende maand, op de tiende der maand. Son of man, write the name of the day, even of this selfsame day. This selfsame day, the king of Babylon has besieged Jerusalem. Vers 2. Mensenkind, schrijf de datum op van deze dag, de dag van heden. Heden heeft de koning van Babel zich op Jeruzalem geworpen. We'll note that this sort of expression, write down the name of the day, this self same day, doesn't appear with respect to any of the other fast days that commemorate the destruction. Not the fourth, not the fifth, not the seventh, only this one. En deze dag wordt dus heel expliciet door de Heere God ook zelf geschreven dat hij het moet opschrijven. En dat zie je bij geen ander vasten terug, niet in de vierde, niet in de vijfde, niet in de zevende, dat het zo expliciet wordt genoemd, schrijf deze dag en datum op. En dit jaar, dat is heel belangrijk. This expression may actually have practical significance. En hier zit ook een praktische gedachte achter. Practical because, again, we observe these fast days, these days of mourning, till this very day. Want de gedachte hierachter dat het ook praktisch is, want wij herinneren en wij vieren of vasten deze dagen nog steeds tot op de huidige dag. When in these four months do we observe these fast days? En in welke dag of maand zijn we juist ook bezig met deze vasten te bestuderen? The truth is that with respect to the fast of the fourth month and the fast of the fifth month and the fast of the seventh month, there are good questions to ask with respect to exactly which date we should be fasting. En elke keer wordt dus de vraag wel gesteld van bij de vierde, de vijfde en de zevende dag, de vastendagen, wanneer moeten wij deze houden? Dat zijn vragen die eigenlijk altijd terugkomen. Those are discussions for those other fast days. Dat zijn de discussies van de andere vastendagen. But besides the question of exactly which should be the date of observance, there's another issue that should also be borne in mind in considering when we fast. En dat is dus een vraag die altijd terugkomt. Van wanneer zullen we deze dagen herinneren, maar welke dagen zullen we dus inderdaad ook deze vasten? Because in particular, we have the practice of fasting on the 17th of the fourth month, the 9th of the fifth month, the 3rd of the seventh month. What happens if these dates come out on Shabbat? Want de vraag die bij ons ook altijd geldt natuurlijk, omdat wij praktisch dus altijd vasten. En in de vierde maand is dat op de 17e dag, in de vijfde maand is dat op de 9e dag en in de zevende maand is dat op de 3e dag. Maar stel dat deze dagen nu op een Shabbat vallen, wat dan? In our calendar, it certainly is possible, it happens every now and then. Want bij ons in de kalender gebeurt dat natuurlijk zo af en toe wel. Well, of course, it's always important for us to bear in mind
that with respect to Shabbat, as expressed in Isaiah chapter 58 and elsewhere, we have a special commandment of God to call the Sabbath a delight and the holy of God honorable. Want zoals het bijvoorbeeld in Jesaja 58 wordt genoemd, maar we hebben het ook op andere plaatsen in de Bijbel, daar wordt specifiek gezegd dat wij ons moeten verheugen in de Shabbat. In practice, if these days occur on Shabbat, we don't fast on Shabbat. The fast is postponed until Sunday, the following day. Dus als deze dagen dus wel op een Shabbat vallen, waarin God specifiek heeft gezegd dat wij ons moeten verheugen in de Shabbat, vervalt het vasten op die dag en verschuift de vastendag automatisch door naar de zondag. If you're wondering how we could do such a thing, I'll respond. Besides the importance, again, of calling the Sabbath a delight and the Holy of God honorable, the prophet Zechariah only spoke of a fast of the fourth month and the fifth and the seventh and the tenth. The prophet did not assign dates for these fast days. Dus dat is ook inderdaad, kan je afvragen van kunnen wij dat dan zomaar doen? Kunnen we een vastendag, als die wordt genoemd, zomaar verschuiven naar de zondag? Maar goed, de Shabbat wordt dus inderdaad genoemd als een vreugdevolle dag voor de mensen en waar ook de heiligheid van de Heere God in ere wordt dient te worden gehouden. Maar juist omdat deze specifieke dagen of de maanden waarin gevast wordt, de vierde, vijfde en de zevende, de dagen niet specifiek worden genoemd, hebben wij dus de vrijheid om eventueel met die dagen te schuiven. So, as long as we fast in the fourth month, and the fifth month, and the seventh month, and the tenth month, we're fulfilling this command of the prophet Zechariah. Dus als we maar vasten in de vierde, de vijfde en de zevende maand, dan voldoen we dus toch in het antwoord van de vraag en wordt het dus wel gewoon gevast. Now, maybe you noticed that in describing what happens if these fast days occur on Shabbat, I spoke of the possibility of it happening on the fourth, the fifth, and the seventh months. Dus we hebben nu besproken inderdaad dat vasten van de vierde, de vijfde en de zevende, als die eventueel op een Shabbat zouden vallen. I didn't mention the tenth month on that list. Maar Rabbi Chaim heeft nog niet de tiende maand genoemd op deze lijst. On the one hand, because in our fixed calendar, in which the year can only begin on certain days of the week, the fast of the tenth month, observed on the tenth day of the tenth month, never occurs on Shabbat. And onze jaar en onze telling, zeg maar, het begin van het jaar, dat begint ook eigenlijk altijd op een specifieke dag. Dat moet zo zijn. En vandaar dat die kalender dus wel vrij stabiel is. En is het eigenlijk zo dat de tiende van de tiende maand nooit op je Shabbat valt? But also because the calculation that I expressed with respect to the other fast days may not work for the fast of the tenth month. Maar ook inderdaad de calculatie omtrent het vaststellen van de vaste dagen van de anderen gaat eigenlijk ook gewoon niet op voor het vasten in de tiende maand. With the other fast days, again, all we have is the words of the prophet Zechariah speaking of a fast in that month. Want natuurlijk is het dus wel zo dat het is genoemd dat de profeet alleen maar noemt een vasten in een maand. But remember that in Ezekiel chapter 24, although the prophet doesn't say anything about fasting, God tells the prophet to write down the name of the day, this self-same day. It's not just some day in the month. This day is the day that is to be commemorated as the beginning of the siege. Maar Ezekiel 24 laat heel duidelijk zien dat de Heere God heel erg
ja, de nadruk legt dus op deze datum juist. Dat hij het helemaal specifiek zo moet opschrijven. De datum, de dag en van de maand. Wanneer dat is gebeurd. En dat is dus de aanvang van de belegering van Jeruzalem. So again, in our calendar, the 10th day of the 10th month never comes on Shabbat. But if it could, there are commentators who think this would indicate that we would have to fast on Shabbat itself. Dus volgens onze calculatie en hoe ons jaar steeds start en hoe dat helemaal is berekend, kan de tiende vasten van de tiende maand nooit op een Shabbat plaatsvinden. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die daar wel over nadenken van stel dat dat nu toch een keer zou gebeuren, wat dan? Dan is het toch het algemene antwoord, dan wordt er gevast op Shabbat. Now you may be wondering, what difference does it make what would have been if the date could come out on Shabbat, if I already told you it can't. En nou kun je zelf afvragen van waarom wordt er dan toch nagedacht over, stel dat die datum inderdaad een keer op een Shabbat zou vallen, omdat dat gewoon nog nooit is gebeurd en het zal ook nooit gebeuren eigenlijk, volgens de calculatie zoals die er nu is. But it actually does have practical significance. En toch is het een praktische vraag die we toch eigenlijk wel even onszelf moeten afvragen. The 10th day of the 10th month cannot occur on Shabbat, but it can occur on Friday. Want het is natuurlijk wel zo dat de tiende van de tiende maand automatisch niet eigenlijk op een Shabbat valt, maar hij kan wel beginnen, of hij kan wel plaatsvinden op een vrijdag. Now, the fasts are observed until nightfall. En normaal gesproken een vastendag is tot het neergaan van de zon. As you may know, Shabbat begins before sundown, which is considerably before nightfall. Maar de Shabbat begint eigenlijk iets eerder, dus voordat de zon is ondergegaan, begint eigenlijk de Shabbat al. So what happens if this fast day occurs on Friday? What happens when Shabbat begins before sundown? Dus wat moeten we met deze dag als die valt op een vrijdag en de Shabbat begint dus eerder dan zonsondergang, maar het officiële vasten duurt eigenlijk tot na zonsondergang? This is not theoretical, it's practical. And the answer is, we continue fasting, even though Shabbat has already begun. We continue fasting until nightfall. En inderdaad, deze vraag is dus toch wel praktisch en relevant. En het antwoord hierop is dat we inderdaad dus doorgaan met ons vasten tot de zon helemaal al is ondergegaan. En dan pas begint dan de vreugde van de Shabbat, zeg maar. Even though we are to call the Sabbath a delight, still and all, God said to the prophet Ezekiel, make note of this selfsame day. En ook ondanks dat God heeft genoemd dat de Shabbat een vreugdevolle dag is en een eervolle dag voor hem, die ze moeten gedenken en in acht moeten houden, toch herinneren zich de woorden vooral dus in Ezekiel opgeschreven, waar God dus zelf heel specifiek die datum zo specifiek laat opschrijven. Now, you might well be wondering, so if that's the case, why is it so very important, specifically with respect to the fast of the 10th month, to emphasize exactly which date is commemorated, which we didn't see with respect to any of the other ones. En waarom zou het zo zijn dat juist bij het vasten in de tiende maand zo expliciet de datum wordt genoemd, terwijl we dat niet terugzien bij de andere vastendagen? And here I need to remind you what I said a few minutes ago, that while the day to fast in the 10th month has a simple, straightforward answer, the simple, straightforward answer is not necessarily correct. En zoals ik straks al even had genoemd, dit was dus een heel eenvoudig antwoord. Toch is een eenvoudig antwoord niet altijd correct. There is another date connected with the events of the destruction of the first temple that takes place in the 10th month.
Want er is nog een andere gebeurtenis die wordt genoemd, die ook is, die heeft plaatsgevonden in de tiende maand. En die heeft ook geleid, of die is, hangt samen met deze gebeurtenissen. Of this date, we read also in Ezekiel. In Ezekiel chapter 33, verse 21. En we lezen dat in Ezekiel hoofdstuk 33, vers 21. And it came to pass in the 12th year of our exile, in the 10th month, in the 5th day of the month, that one that had escaped out of Jerusalem came unto me, saying, the city is smitten. En we gaan het lezen, Ezekiel 33, vers 21 dus. In het 12e jaar onze ballingschap, in de 10e maand, op de 5e der maand, kwam een vluchteling uit Jeruzalem tot mij met de tijding, de stad is gevallen. In the progression of the events of the destruction, one could well see this date, the 5th of the 10th month, as the date that completely ends the progression of destruction, when the refugee comes to the exile community in Babylon, which is where Ezekiel is prophesying and says, it's all over. The city is smitten. En het is dus inderdaad in dezelfde maand dat deze vluchteling aankomt in Babel, zeg maar, waar Ezekiel dus profeteert. En juist in de 10e maand, op de 5e van de maand, wordt er dus gemeld dat Jeruzalem helemaal is ingenomen en helemaal is gevallen. It would make a lot of sense then to propose that the fast of the 10th month should be commemorating this event on the 5th day of the month. Dus in feite zou het heel logisch zijn als we dan ook een vasten hadden op de 5e van deze maand, die dit juist zou herdenken. And maybe that explains why God tells Ezekiel in chapter 24 to write down this selfsame day, because the day that is commemorated is not the 5th of the 10th month, but the 10th of the 10th month when the siege began. En misschien is het juist van Gods wegen daarom juist heel belangrijk dat de Heere God noemt heel bewust dus het begin van alles. We hebben dus even alle vaste dagen genoemd. Ze staan allemaal in verband met hetzelfde, met dezelfde gebeurtenis in de historie, zeg maar. Maar het begint op de 10e en met de belegering van Jeruzalem. En hier wordt dus dan het vallen van de stad genoemd. That is a compelling argument, except it forces us to ask, why indeed do we commemorate the beginning of the siege instead of this date when everything is over and the city is smitten and now everyone knows about it? Maar waarom hebben wij dus inderdaad een vasten op de 10e van de maand, dus waar wij in herdenken de belegering van Jeruzalem begon, terwijl deze dag, ja, eigenlijk ook voor de hand zou liggen, want hierin is dus alles over en uit en is de stad helemaal ingenomen. You note that, in a way, these two dates of commemoration, the 5th of the 10th month and the 10th of the 10th month, are sort of opposites. En in feite, als je het een beetje zo ziet, zijn deze twee herdenkingen, deze twee vaste dagen, zijn eigenlijk ook een beetje de tegenovergestelde van elkaar. The 5th of the 10th month, when the refugee reports the city is smitten, is when it's all over, when it's finished. Want wanneer de vluchteling dit allemaal komt melden, is het allemaal gebeurd. En dan is het helemaal over en uit. The 10th of the 10th month is when it's just beginning. En de 10e van de 10e maand, eerder, begon het juist eigenlijk allemaal. Het is het begin van alles. In fact, it's just beginning to the point where we could well ask, what's there to commemorate? En het is eigenlijk het begin van iets en ook misschien nog wel onduidelijk. Je weet eigenlijk de gevolgen nog niet helemaal. Dus wat wordt er dan eigenlijk
Ja, waarom zouden we deze dag juist zo moeten herinneren? That is, as we saw, the siege of Jerusalem began on the 10th day of the 10th month. De belegering van Jeruzalem begon over de 10e dag van de 10e maand. But why should that be a date of commemoration? En waarom zou dat een dag van zo'n zware herinnering moeten zijn, van zo'n zware vasten? It's not the first time, after all, that Jerusalem was under siege. Het is namelijk ook niet de eerste keer, namelijk, dat Jeruzalem belegerd werd. Around the century and a half before. Ongeveer 100 jaar eerder. We read in the second book of Kings, in chapter 18, verse 13, about another siege. In the 14th year of King Hezekiah, did Sennacherib, king of Assyria, come up against all the fortified cities of Judah and took them. En we lezen dat bijvoorbeeld, en het was dus 150 jaar eerder ongeveer dat dat plaatsvond, lezen we in 2 Koningen hoofdstuk 18 vers 13, en dat is in het 14e jaar van koning Hiskia, dat de koning van Assyrië opkwam en ook inderdaad Jeruzalem zou belegeren. And as we read in Isaiah chapter 10 verse 32, the prophet describes, this very day shall he, Sennacherib, stand at Nob, shaking his hand at the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem. En we lezen dat ook inderdaad in Jesaja hoofdstuk 10 vers 32. Juist deze specifieke dag, hij zal staan, dus Sennacherib, de koning van Assyrië, bij Nob. En hij zal zijn hand schudden op de muur, zeg maar, bij de berg van de dochter van Sion, de heuvel bij Jeruzalem. So Jerusalem was already put under siege a century and a half earlier. We don't have any commemoration of that siege. Why should we commemorate this one, dus the one of the Babylonians? Dus hier lezen we dus ook al van een belegering van de stad, van een belegering van de Jeruzalem. Maar waarom herinneren wij deze, of is er niet een vaste dag voor deze belegering, maar wel die van de belegering van de Babyloniërs? Now, of course, I realize you're probably thinking, that's a pretty stupid question to ask. En nu zal iedereen zich misschien afvragen van, dat is eigenlijk wel een beetje een rare vraag die nu weer wordt gesteld. After all, we appreciate very well why we commemorate the siege by the Babylonians as a day of mourning and not the siege by Sennacherib and the Assyrians, because that earlier siege ended in a tremendous miracle. En dat is natuurlijk, zo kunnen we dat misschien sterk ook lezen, dat juist die belegering die toen heeft plaatsgevonden, die eindigde niet in een drama, maar was eigenlijk, de uitkomst was een groot wonder. This is an event that is recorded in 3 separate, but very similar passages in the Bible. En deze gebeurtenis wordt ook in 3 keer genoemd in de Bijbel en ze lijken ook heel veel op elkaar. In the second book of Kings, chapter 19. En, as well as in Isaiah and in Chronicles as well. Hij wordt genoemd in Jesaja, maar ook in Kronieken, maar ook in 2 Koningen 19, vers 21. In verse 35, here in the second book of Kings, chapter 19. It came to pass that night. By our tradition, that night was the night of Passover. That the angel of God went forth and smote in the camp of the Assyrians 185,000 men. And when men rose early in the morning, behold, they were all dead corpses. The entire mighty army of Assyria was dead by miracle. En het grote wonder wat geschiedde, dat kunnen we lezen dus in 2 Koningen 19. Maar we gaan even lezen daarvan vers 35. In die nacht, en de traditie van het Jodendom leert dan dat die nacht slaat op de nacht van Pesach. In die nacht ging de engel des Heren uit en sloeg het leger van Assur 185.000 man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij waren allemaal lijken. Fulfillment
of the prophecy of Isaiah, recorded 3 verses earlier. God says concerning the king of Assyria, he shall not come unto the city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast a mound against it. En de Heere God heeft dat ook genoemd in, door de profeet Jesaja. Daarom wordt ook heel expliciet door de Heere God genoemd dat hij niet naar de stad zal innemen en dat er ook geen pijl zal worden afgeschoten op de stad. These words are especially stirring when I take groups of believers to the old city of Jerusalem on the way to the Kotel, the Western Wall, on the eve of Shabbat, and we pass by in the Jewish quarter the remains of the wall of Jerusalem in the time of King Hezekiah. En dat is eigenlijk altijd best wel opmerkelijk als ik dus gelovige mensen meeneem op de Shabbat, op de Erev Shabbat, op de vrijdagmiddag. Als Rabbi Chaim dan met ze door de oude stad van Jeruzalem loopt, dan komen ze ook in het Joodse stuk, zeg maar, van de oude stad, vind je ook stukken nog van een muur uit deze periode. Wedged between the walls, the stones, in this wall from the time of King Hezekiah, is the only Assyrian arrowhead that has been found in the land of Israel. En het is heel opmerkelijk, juist deze muur, zeg maar, wat koning Hiskia toen heeft gebouwd. En daar lijkt wel een stukje waar een pijl in heeft gezeten. Maar dat is ook het enigste wat het bewijs in heel Israël, wat er van deze periode over is. Wedged in the wall. They never got in. En dat is toch wel heel opmerkelijk. Hij heeft nooit de stad kunnen innemen. So of course, then, we're not going to commemorate the beginning of the siege by the Assyrian Empire, certainly not in any sad manner, because it ended in miraculous salvation. Dus daarom, dat is wel de reden dat we dus de belegering van de stad door de Assyriërs niet herdenken als een vaste dag. Want het is eigenlijk anders nog een vreugdevolle dag, kun je er eerder van maken. Omdat het op zo'n wonderbaarlijke wijze is geëindigd. The truth is, we do actually commemorate this event. I mentioned that according to our tradition, it took place on the Seder night, the first night of Passover. And we have the custom of singing among the songs at the Seder, songs that recount this miraculous salvation of Jerusalem on the night of Passover. Maar het is inderdaad wel zo dat we deze avond gedenken en wel op de Sederavond, dus de eerste avond voor de Pesach. En we hebben bepaalde liederen die we zingen en daarin wordt deze gebeurtenis zeker herinnerd. Dus we herinneren en we gedenken deze gebeurtenis toch ook zeker wel. En dan tijdens de sedermaaltijd. But now returning to the question of observing as a day of mourning the beginning of the siege in the 10th month. En nu gaan we weer terug naar de belegering in de 10e maand. Toen het echt begon en hoe dat anders afliep. Of course, I realize everything ended in a much sadder way when the Babylonians laid siege to Jerusalem that ended ultimately in the destruction of the city. En deze gebeurtenis is natuurlijk heel anders afgelopen, want hij eindigde in de vernietiging van de hele stad. But I'm still going to ask, why mourn the beginning of a siege when the beginning of the siege isn't it all devastating? En waarom dan toch weer de vraag, waarom zouden we een belegering herdenken terwijl het nog maar een belegering is? Fact is, the previous siege by the Assyrians ended in a manifest miracle of God. It could have happened with the Babylonian siege as well, couldn't it?
Want de belegering van Jeruzalem dus eerder door de Assyriërs, die werd op wonderbaarlijke wijze, werden ze door God bevrijd, zeg maar, en kwam er een andere verlossing. En had dat misschien in deze, met de belegering van de Babyloniërs toen, had dat misschien ook zo kunnen gaan? And if there could have been a miraculous conclusion to the siege by the Babylonians, then why should we be in mourning simply because the siege has begun? Want stel dat er wel een opmerkelijke en wonderbaarlijke verlossing en bevrijding door de Heere God was gebeurd, waarom zouden we dan überhaupt de belegering, het begin van de belegering, zouden herdenken? But of course, that's precisely the point. Maar dat is natuurlijk wel precies het punt. When the siege begins, it is, at least it could be, an extraordinary opportunity. Maar natuurlijk is het zo dat toen de belegering begon, was er ook een grote kans, zeg maar, of een mogelijkheid. At the time of the Assyrian siege, it was indeed an opportunity that Israel seized upon to return to God and to merit this gift, an extraordinary miracle that saved Jerusalem and saved them. Want in feite is het wel zo dat ook toen eerder bij de Assyrische was er ook een kans, zeg maar, dat God het anders zou doen beslissen. En dat is gebeurd in de geschiedenis. En misschien was die kans er dus ook toch eigenlijk wel aanwezig tijdens de aanvang van de belegering door de Babyloniërs. The siege by the Babylonians could have also been an opportunity. But it, instead, was an opportunity lost. En inderdaad, het was ook een kans, een gegeven kans door de Heere God. Alleen de kans hebben wij gemist. Now we've noted this point many times. When God gives us an opportunity, it also becomes a responsibility for us to seize the opportunity that God is giving us. Want zoals we het eerder hebben besproken, zo gauw God ons een kans geeft, volgt daarop ook altijd een verantwoording. En dat is iets wat wij vaker hebben besproken in eerdere lessen. He gave us an opportunity. We wasted it. Wij kregen een kans, maar wij hebben het ook, wij hebben die kans zeker gemist. And I submit to you, that's what we are mourning. On the 10th day of the 10th month, mourning the tragedy of wasted opportunity. En dat is nu net inderdaad wat wij over treuren en wat wij gedenken op de 10e van de 10e maand, dat wij een kans hebben laten lopen, dat wij een kans niet hebben benut. En daarover gaat ons wenen. We might have thought that we should be observing the 5th day of the 10th month, that is, when the refugee came with the news that the city is smitten. But that would have squandered the opportunity to learn this lesson. We're not mourning for the final nail in the coffin, so to speak, of destroyed Jerusalem. We're mourning for an opportunity that God gave us that we wasted. Dus dat is in feite het vasten wat het ook echt inhoudt. En daarom is dat is ook het verschil met de 5e van de maand. Als dat een vasten zou zijn, dan zouden we over iets treuren wat gebeurd is en wat vernietigd is. Maar het 10e, de 10e van de maand, we hebben die kans laten lopen. We hebben van God een kans gehad en we hebben hem niet gegrepen. En dat brengt ons tot diepe droefenis en is zeker een vastendag ook waard. The fast of the 10th month is the fast of mourning the tragedy of wasted opportunity. Dus het vasten houdt is inderdaad in de tragedie van een gemiste kans. It's on that theme that I'd like to briefly share with you some additional dimensions that we traditionally associate with the morning of the 10th day of the 10th month.
En hij wil nog kort iets met iets delen, wat wij ook altijd meenemen in deze gedenking, zeg maar, in dit vasten, wat er hier ook mee te maken heeft. These aren't commemorations of something that took place on the 10th day of the 10th month, actually more what happened on the 9th and on the 8th. But we mention all of them in our prayers on the 10th day of the 10th month, and I think they all share a common theme. En het thema wat wij dan eigenlijk gedenken, dus op de 10e, maar dat heeft plaatsgevonden op de 8e en de 9e dag van deze maand. Maar wij herinneren ons eraan in een thema, en dat wordt ook genoemd, zeg maar, in de gebeden die op de 10e worden uitgesproken. En het houdt allemaal verband met elkaar. We have an ancient tradition, it's not recorded in the Bible, that Ezra, the scribe, who led the Jews at the beginning of the Second Temple period, died on the 9th day of the 10th month. We hebben een traditie en een overlevering die vermeldt dat Ezra is overleden op deze dagen. Now it should be clear to us. A day of mourning for all these centuries because someone died seems awfully strange. En dat is toch wel een beetje raar, want we zijn dus al lange tijd, dus elk jaar aan het vasten voor iets wat eeuwen terug is gebeurd en ook iemand die dus al eeuwen terug is overleden. In our world, everyone, including the most righteous people, die. In onze wereld, iedereen en ook de meest rechtvaardige mensen komen te sterven. They have to die on some day. Ze moeten een keer doodgaan. And we realize that Ezra's time would have certainly come sometime over the course of the intervening years. Dus wij kunnen natuurlijk ook weten dat Ezra ook op een gegeven moment zou komen te overlijden. So why mourn the fact that Ezra died? Dus waarom zouden wij treuren en vasten over het feit dat Ezra is overleden? Except I think Ezra also personifies a tremendous, extraordinary opportunity. An opportunity, again, that was wasted. Maar dat komt misschien omdat Ezra ook iets noemt dat inderdaad hiermee samenhangt. En dat is een kans die de Heere God gaf en die ook helaas niet is benut. What is this opportunity? Well, we read at the beginning of the book of Ezra, chapter 1. En wat is dan de gemiste kans? Dat lezen wij in Ezra hoofdstuk 1. God roused the spirit of Cyrus, king of Persia. First verse of the book of Ezra. Het eerste vers van het boek van Ezra begint al dus in het eerste jaar van Cyrus, de koning van Perzië. And that leads to the proclamation of Cyrus in verses 2 and on. All the kingdoms of the earth, God, the Lord of heaven, has given me, and he has charged me to build him a house, a holy temple, in Jerusalem, which is in Judah. Whosoever there is among you of all his people, his God be with him. Let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of God, the God of Israel. He is the God who is in Jerusalem. En we lezen dan wat er gebeurt door middel van als de geest van Cyrus wordt opgewekt door de Heere God. En dan lezen we in vers 2, zo zegt Cyrus, de koning van Perzië, alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen, dus een tempel, in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, zijn God zij met hem. Hij trekken op naar Jeruzalem in Juda en bouwen het huis van de Heere, de God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont. And in the verses that follow, we read a detailed description of how people were roused, stirred up to go to build the house of God in Jerusalem. They're coming back. And everyone who was round about gave them vessels of silver and gold and so on, all willingly offered.
in order to rebuild the Holy Temple. En je ziet ook inderdaad wat het gevolg van deze oproep is, want iedereen die begint ook vrijwillige gaven voor de Heere God te geven en aan iedereen, zeg maar, die zich klaarmaakt om naar Israël te gaan, naar Jeruzalem te gaan. Dus er worden allerlei gaven en geschenken gegeven voor de nieuw te bouwen tempel. It's not just an opportunity to regain what had been lost. It's something even greater than that. Het is niet alleen een gemiste kans die we niet hebben benut. Het is misschien eigenlijk nog wel groter dan dat. In the prophecy of Haggai, who is one of the three prophets in the revival from the Second Temple period, in chapter 2, verse 7, I will shake all nations, and the choicest things of all nations will come, and I will fill this house with glory, said the Lord of hosts. Mine is the silver and mine is the gold, says the Lord of hosts. The glory of this latter house, the second temple, will be greater than that of the former, than that of the first temple, said the God of hosts. And in this place will I give peace, said the God of hosts. En wat hierop volgde, kunnen we lezen in, door de profeet Haggai in hoofdstuk 2 vanaf ongeveer vers 7, wat er toen is gebeurd. Haggai is een van de profeten die geprofeteerd heeft terwijl de tweede tempel al was gebouwd. En hij zegt, de Heere God zegt door middel van hem, een ogenblik nog, een korte wel, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal alle volkeren doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Van mij is het zilver en van mij is het goud, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heere der Heerscharen. Op deze plaats zal ik u heil geven, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Likewise, one of the other prophets of the Second Temple period, Zechariah, in my Bible it's chapter 2 verse 14, it may be verse 10 in yours. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for lo, I come, and I will indwell in the midst of you, says God. En het vervolg, we kunnen dat ook ongeveer lezen in door de profeet Zacharia opgeschreven in hoofdstuk 2. Bij ons is dat vers 10. En daarin staat, Zacharia was trouwens ook een profeet tijdens de tweede tempelperiode. Jubel en verheugt u, gij dochter van Sion, want zie, ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren. A tremendous opportunity. Een geweldige kans. It didn't happen. Maar het is niet uitgekomen. In the first chapter of Haggai, in verse 8, on the one hand, the words of the prophet promise the fulfillment of this return of God's glory. Go up to the hill country and bring wood and build the house, the holy temple, and I will take pleasure in it and I will be glorified, says God. We lezen bijvoorbeeld in Haggai hoofdstuk 1 vers 8. Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt het dit huis. Dan zal ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Dus dan verschijnt weer de heerlijkheid van de Heere God. Dat is de bedoeling in de tweede tempel. Dat zal gaan plaatsvinden. In the Hebrew, there is an anomalous difference between the way the Hebrew for "and I will be glorified" is written and the way it is read. That is, there is a deficiency in the way it is written. En in het Hebreeuws is iets opmerkelijks met het woord wat bij ons vertaald wordt met verheerlijkt. En het is ook eigenlijk wel heel specifiek als je daar goed naar kijkt hoe het gelezen wordt en hoe het besproken wordt.
You won't see this, of course, in the translation, but in our tradition, that deficiency in the way it is written hints at all of the things that were missing, that were deficient in the Second Temple. En juist voor ons in een Hebreeuwse context kunnen wij dat zien. En voor ons is dat dus ook altijd een hint dat wij iets hebben gemist. Wat tenminste in dit geval is dat dus zo. Wat anders had plaatsgevonden, maar nu niet is gebeurd. En in onze vertaling komt dat niet uit in de tekst. What went wrong? Wat ging er verkeerd? This is, I have to admit, an embarrassing subject. En ik moet het toegeven, maar dit is een heel beschaamte vol iets eigenlijk, wat de reden hiervan is. In Ezra chapter 2, we read the lists of those who returned to Jerusalem and Judah. En in Ezra hoofdstuk 2 wordt een hele beschrijving opgenoemd van iedereen die vanuit Benjamin en Juda terugging naar Jeruzalem. And as a summary in verse 64, the whole congregation together was 42,360. En in vers 64 van dit hoofdstuk kun je lezen, de gehele gemeente tezamen was 42,360. From the whole nation that was exiled to Babylon, only 42,000 are coming back. Van de hele gemeente die is weggevoerd naar Babel, komen er maar 42,000 terug. So there was an opportunity. Dus dat was een kans. God is ready to return. God wil graag terugkeren. We weren't. Maar zij waren daar niet klaar voor. God is pouring out his spirit, but he asks of us to prepare the vessels to receive his spirit that he pours out upon us. God wil ons ook graag zijn geest schenken, maar hij vraagt dan van ons wel dat wij de voorwerpen die daarvoor nodig zijn, zullen heiligen en klaarmaken. God is pouring out his spirit and we didn't prepare the vessels. En God wilde dus ook in dit geval zijn geest uitwerpen over ons en ons daarmee vullen. Maar ja, wij waren niet bereid om de gebruiksvoorwerpen daarvoor aan te laten komen. When God is pouring and we don't have any vessels, all we end up with is a big puddle on the ground. Dus als de Heere God iets wil geven, maar wij hebben de voorwerpen en de gereedschappen niet klaarstaan, ja, dan valt het dus op de grond. The promises remained unfulfilled. En de beloften bleven onvervuld. In Ezra chapter 3, we read of the laying of the foundation of the temple of God. In Ezra 3, vers 10, lezen we over het fundament wat gelegd wordt voor de tempel van de Heer. In verse 11, all the people shouted with great shout when they praised God, because the foundation of the house of God was laid. In vers 11 lezen we dan, ze zongen buurtzangen van lof en prijs aan de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. Het fundament was klaar en daarom werd er gezongen en feest gevierd. Except, as we read in the following verse, many of the priests and Levites and heads of fathers' houses, the old men that had seen the first house, the first temple, standing on its foundation, wept with a loud voice when this house was before their eyes. This is all that we have. This is that restoration of what had been lost. It wasn't the restoration. Vers 12 lezen we dan het gevolg. Terwijl één deel van het volk blij was dat het fundament eindelijk was gelegd. Maar vele van de priesters, van de levieten en van de familiehoofden, de ouden, die het eerste huis hadden gezien, weenden luid toen de grondlegging van dit huis voor hun
ogen plaats had, terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdebetoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween des volk, want het volk juichte met groot gejuich, terwijl het geluid tot in de verte werd gehoord. Want het leek dus, de mensen die huilden inderdaad, het leek niet op de eerste tempel. There was a tremendous opportunity. We wasted it. Het was een geweldige kans die we hadden, maar we hebben hem gemist en niet opgepakt. Besides what we read in the book of Ezra, I feel compelled to share with you that there are many ancient traditions from the oldest Jewish communities in the diaspora. Of course, most of them since the Holocaust and since the Jews were expelled from the Arab countries where they had lived since long before the rise of Islam, these communities don't exist anymore. But they had ancient traditions that Ezra came to them and pleaded with them to come back to rebuild the temple, to rebuild Jerusalem. En we hebben oude tradities die door heel veel mensen altijd zijn verhaald, zeg maar, van vader op kind. Ook in de diaspora, dus ook de afgelopen duizenden jaren, ook in de landen die, vooral nu zijn ze islamitisch. Toen was dat natuurlijk ook voor de opkomst van de islam. Het waren Arabische landen, maar daar woonden nog altijd mensen, Joodse mensen, die niet waren opgetrokken terug naar Jeruzalem. En die verhalen en die tradities die tot op de huidige dag bestaan, vertellen dat Ezra ook inderdaad naar hun was toegekomen en hun bijna had gesmeekt om toch op te trekken en toch terug te keren naar Gods land en naar Jeruzalem. Dus Ezra die heeft er heel erg zijn hart in gelegd en de mensen heel erg benaderd van kom toch terug. En they say to Ezra, you have your Jerusalem in the land of Israel. We have our little Jerusalem over here in exile. And they didn't come. En in feite was het antwoord wat ze toen zeiden tegen Ezra. Jij hebt jouw Jeruzalem in Israël, daar ver weg. Maar wij hebben ons eigen Jeruzalem hier in de wegvoering in Babel. Dat hebben we nu zelf hier. Dus ja, doe maar. As long as Ezra is alive, that window of opportunity is open. Zolang Ezra heeft geleefd, zolang leek het ook of die kans er nog altijd was. Ezra's death symbolized the end of that opportunity that had been wasted. En Ezra's dood, zeg maar, dat wordt dus daarom gedacht, omdat het einde van een kans was die zij niet hebben opgepakt en zij dus hebben gemist. We had to wait another 2500 years for God to give us that opportunity again. Wij hebben nu al 2500 jaar moeten wachten dat de Heere God ons deze kans nog een keer zou kunnen gaan geven. We pray we don't waste this opportunity again, God forbid. En wij bidden ook dat wij, als we de kans weer krijgen van de Heere God, dat is ons gebed, dat we deze kans niet zullen missen, maar bij de handen aan zullen pakken. When Ezra died, we mourn not so much Ezra as an individual righteous man, but we mourn the opportunity that he personified, that we wasted, that died, at least that became dormant with him for all those years. Dus als we dan ook inderdaad Ezra herdenken, herdenken we niet zozeer zijn dood, dat hij er niet meer is, maar vooral ook weer inderdaad de gemiste kans die wij hebben laten lopen. En zolang hij leefde, was die kans nog altijd levend. Maar met zijn heengaan, ja, vervlakte nog meer die kans van allemaal terugkeren. Another commemoration. En er is nog iets wat wij noemen.
We have a tradition, this is certainly post-biblical, that it was on the eighth day of the 10th month that the Torah was translated into Greek for the Egyptian Greek King Ptolemy. En wij hebben dus ook inderdaad nog een andere herdenking die we moeten noemen. En dat is dat de Torah op de negende dag werd vertaald in het Grieks. Voor de koning die toen er was. Now why should we observe that as a day of mourning at all? En waarom zouden we dat gedenken als een treurenis dag en een vaste dag eigenlijk? After all, isn't our mission to spread the light of the Torah throughout the world? Want is het eigenlijk niet onze opdracht juist om een licht te zijn voor de natieën en de Torah, ook het licht van de Torah te verspreiden over de natieën, over de volkeren? In Deuteronomy chapter 27, we read of God's command that when we come into the land of Israel, we are to set up great stones and plaster them with plaster and write upon them all of the words of the Torah. Want had de Heere God niet geboden, zoals we kunnen lezen in Deuteronomium 27, toen wij het land binnenkwamen, dat God ons de opdracht gaf om grote stenen op te richten, die met kalk te bestrijken, en daarop na uw overtocht al de woorden deze wet op te schrijven. En in particular, in Deuteronomy chapter 27, verse 8, you shall write upon the stones all the words of this Torah, very clearly. En dit werd herhaald in vers 7 van hoofdstuk 27 vers 8. Vervolgens zult gij op die stenen al de woorden deze wet klaar en duidelijk schrijven. We have an ancient tradition that very clearly in the Hebrew Ba'er Hetev means in 70 languages. En zij hebben een traditie en een overlevering, zeg maar, dat er eigenlijk staat dat de woorden moeten opgeschreven worden in 70 talen. 70 languages corresponding to the 70 archetypal nations that are descended from Noah. En die 70 talen slaan natuurlijk op de 70 volkeren die na Noach zijn ontstaan. Why 70 languages? Waarom 70 talen? Again, because when we enter the land, it's important for us to remember that our mission is to project the light of Torah to the entire world. En waarom 70 talen en het oprichten van de stenen? Dat is dus om het volk dat in het land is gekomen eraan te herinneren dat zij de opdracht hebben gekregen om de Torah te laten lichten voor alle volkeren. Ultimately, it's important for us to remember, verse 9, that it is for this purpose, this day you are become a people unto God your Lord, by spreading the light of Torah throughout the world. En dat wordt ook nog even bekrachtigd in vers 9, het laatste stuk. Heden zijt gij geworden tot het volk van de Heere uw God. En daaraan hangt natuurlijk de opdracht om een licht voor de volkeren te zijn, door middel ook van de Torah te verspreiden over de aarde, over de andere volkeren. And in particular, Greek. En natuurlijk vooral het Grieks. In Genesis chapter 9, verse 27, when Noah blesses his son Japheth, that God enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem. In our tradition, Japheth, progenitor of Greek, is to dwell in the tents of Shem, because the Torah may indeed be written in Greek in order to project that message. It's a tremendous opportunity. En volgens de overlevering, en dat lezen we dan in Genesis 9 vers 26, daar staat op 27, God breidde Japheth uit en hij woonde in de tenten van Shem. En dat Japheth is eigenlijk een beeld, volgens de overlevering, van het Griekse land, zeg maar. Dus daarom, toen de Torah werd vertaald naar het Grieks, wil dan eigenlijk ook duiden
op Jefet, die wordt meegenomen in de onderwijzing van de Torah. En daar staat ook bij, hij woont in de tenten van Sem. Want bij de tenten van Sem en in de tenten van Sem wordt de Torah onderwezen. A tremendous opportunity. But that's not what happened. En dat is ook een geweldige kans. Maar ook dat is niet wat er gebeurde. Talmi wasn't interested in the Torah as a guidebook for life, for coming to God and making life holy and godly. Talmi was helemaal niet geïnteresseerd in een boek over levenswandel en hoe hij met God kon wandelen en zijn onderwijzing. Hij had daar totaal geen interesse in. Talmi had the biggest library in the world and to him it was inexcusable to not have this book of Hebraic culture as part of the library. Hij had de grootste bibliotheek van de hele wereld en hij was totaal niet geïnteresseerd in een Hebreeuws boek, een Hebreeuwse cultuurboek, zoals hij het beschreef. Dus die wilde hij helemaal niet toevoegen aan zijn bibliotheek. So the translation came into the library as undoubtedly a book of great academic interest, but nothing more. Dus uiteindelijk kwam het boek er en het was natuurlijk prachtig, maar het werd eigenlijk ja, ter opluistering dan neergezet voor de academici, maar ook niet meer dan dat. An opportunity wasted. Again, another reason for mourning in the 10th month. En ook dat is een reden om te vasten en te wenen in de 10e maand, want dat is ook een gemiste kans die er is geweest. And that brings me to one final consideration. I realize the hour is late, but it's important, maybe even critically important, for me to share this with you. En er is nog één gebeurtenis die Rabbi Chaim met ons wil delen, want die is toch wel heel erg belangrijk. Ondanks dat het een al wat later is geworden op de avond, deze is wel heel erg belangrijk om deze juist nog wel te noemen. I must admit, I share this with you with hesitation. En hij wil dit met ons delen, maar wel met een bepaalde schaamte. Something shrouded in controversy and mystery. En het is ook wel gehuld in een mysterische waas, zeg maar. And yet, still. En toch, het is er. There is an obscure but ancient tradition that Simon, also known as Peter, passed away on the 9th day of the 10th month. En dat is toch ook wel een ja, hele opmerkelijke traditie. Maar het is eigenlijk dus ook zo dat er wordt herinnerd dat op de 9e van de 10e maand Simon, die wij ook kennen als Petrus, is overleden op de 9e van de 10e maand. Now, this inevitably pertains to a whole additional dimension, which is there is an ancient, questionable, obscure tradition that Simon was a faithful Jew all of his life, and that he was involved in Gentile Christianity becoming a separate religion and Judaism and Christianity going their separate ways. Het is heel erg bijzonder eigenlijk dat dit ook wordt bedacht. Want van Simon gaat het verhaal dat hij een oprechte, gelovige man was die op een bepaald ogenblik zich meer ging richten naar het christendom wat begon te ontstaan. En ja, daardoor inderdaad
naar die andere kant ging. Dus toen was het ook zo dat het Jodendom en het Christendom van elkaar gingen scheiden, zeg maar. Now I realize, of course, that Christians see Simon very differently, but there is at least the possibility then that both Jews and Christians, admittedly in very different ways, may see him as a righteous man who faithfully served God to the last. Mm. Dus het is heel opmerkelijk inderdaad, want wij zullen andere gedachten hebben bij Petrus, Simon, zeg maar. En voor hun is dit een gedachte van treurnis dat een rechtvaardig en oprechte Joodse man als het ware een andere kant op gaat en meer bij God vandaan lijkt te gaan, zeg maar. Dat is hun beleving, zoals zij ernaar tegenaan kijken. Voor ons is dat natuurlijk anders. Dus het is best wel een hele obscure traditie, zeg maar, die ook wel wordt herdacht, juist op dit vastendag. En ik vind het zelf, het is goed om te weten. What I'm concerned with noting right now is simply this. When Judaism and Christianity went their very different ways, there might have, could have, should have been an opportunity, and it was lost. En het is betreuringswaardig, en daarom gedenken we dat ook zo, dat toen de tijd tussen het Jodendom en het Christendom ieder zijn eigen weg is gegaan en helemaal uit elkaar zijn gegroeid. Ieder zijn eigen weg is gevolgd. En eigenlijk kun je dan misschien ook je zeggen, toen is er ook een kans verloren gegaan en er was een gemiste kans, is er voorbij gegaan. We've discussed this many times. In Isaiah chapter 49 in verse 6, we read God's word to Isaiah and to Israel, I will also give you for a light of the nations, that my salvation may be unto the end of the earth. En dat staat in Jesaja 49 vers 6. Ik zal u tot een verbond stellen, tot een verbond voor het volk en het land wederherstellen. Ik zie het even niet staan. Maar in ieder geval dat hij dus inderdaad het volk stelt als een licht voor de natieën. There is a goal, a divine agenda, for God's salvation to be to the end of the earth. Het is een doel op zich, en het doel, dat zie ik dus staan, in vers 6. Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil rijke tot het einde der aarde. Dat was het doel van God voor zijn volk, om het licht te brengen naar de volkeren, tot de hele aarde bereikt was. You know, I believe the fulfillment of that goal depends upon Jews and Christians working together. En zoals jullie weten, waarschijnlijk denken wij dus ook inderdaad dat wij dit kunnen volbrengen als Joden en Christenen samen zouden werken. God gives Israel for light of the nations, but Israel is not going to reach the end of the earth. Israel heeft God de opdracht gegeven om een licht te zijn voor de natieën, en tot het einde dat de hele aarde er vol van zal zijn, zeg maar, tot het einde der aarde. Israel is supposed to be in Zion, after all. Maar dat zal natuurlijk nooit gebeuren, want Israel moet natuurlijk in Sion zijn. From Zion goes forth teaching in the word of God from Jerusalem, but to reach the end of the earth, Jews and Christians need to work together. Maar het woord zal uitgaan vanuit Jeruzalem. En dat zal ook zeker gebeuren. En dat gebeurt nu ook al. Maar hierin zullen dus Joden en Christenen samen moeten werken. I don't know what happened 2000 years ago. Ik weet niet wat er is gebeurd 2000 jaar geleden. No human being knows. Only God knows.
Niemand weet het precies, helemaal zeker. Alleen de Heere God weet het. Whatever happened might have been an opportunity. Unquestionably, it was lost. En wat er precies is gebeurd, het wellicht zal het een kans zijn geweest, maar een kans die wel verloren is gegaan. That would be enough of a reason for us to mourn the death of Simon, a righteous man who maybe personified what could have been, but was not, a partnership. En dat is dus inderdaad dat wij ook gedenken Simon, die een rechtvaardige was en toch een groot man en zeker in het geloof. Maar er zijn dingen gebeurd, er was misschien een kans, maar die kans is niet gegrepen. Er is iets fout gegaan in ieder geval. We waited 2500 years for the opportunity to return to Zion to come back after we squandered that opportunity in the time of Ezra. We hebben 2500 jaar moeten wachten toen wij de kans voorbij hadden laten gaan om terug te keren naar ons land. It's taken 2000 years for the opportunity to come back for Jews and Christians. Stand together, humbly serving God as he charges us. En het heeft 2000 jaar geduurd, waarin wij de kans hebben laten gegaan dat Joden en Christenen eigenlijk naast elkaar hadden moeten staan om God samen te dienen. I pray we won't miss this opportunity again. Mijn gebed is dat wij deze kans niet weer voorbij zullen laten gaan. That's more than anything else what the 10th of the 10th month symbolizes, so far as I can see. En dat is misschien wel het belangrijkste aspect wat de 10e van de 10e maand totaal ook symboliseert. We mourn what happens when God gives us an opportunity. And of course, again, whenever God gives us an opportunity, it's our responsibility to seize it. And when we fail to seize that opportunity that God gave us, what are the consequences? En het is natuurlijk zo dat wij altijd oplettend moeten zijn als God ons een kans geeft. En dat geeft ook verantwoordelijkheid. En dat wij ook bewust moeten zijn als we een kans laten lopen, dat we de consequenties daarvan moeten dragen. He gave us the siege of Babylon, which could have roused us to returning to him faithfully, as had taken place in the time of Hezekiah, but we didn't. Het begon met de belegering van Jeruzalem en we hadden een kans gekregen. En zoals het beschreven stond ook in Ezekiel, het kon nog anders aflopen als wij ons hadden bekeerd, als wij om waren gekeerd naar de Heere God toe en hem hierin hadden meegenomen, zeg maar, dan was het anders afgelopen. Wij hebben het niet gedaan. De kans hebben we voorbij laten gaan. We wasted that opportunity. Wij hebben die kans gewoon gemist en voorbij laten gaan. He gave us Ezra, and with Ezra, an extraordinary opportunity for restoration after everything that was lost by consequence of the Babylonian exile. En hij gaf ons Ezra. En hij gaf ons een geweldige kans door middel van Ezra's oproepen heen dat we terug konden keren in die situatie naar het land om zijn tempel weer te herbouwen. Maar ook die kans hebben wij voorbij laten gaan. Again, an opportunity. Everything could have been regained and then some. Greater would be that last house. And we squandered that opportunity as well. God gaf ons de kans om het tweede huis, dat het nog veel mooier en groter en heerlijker zal zijn. Dat hij het zou vullen. Dat het nog beter zou zijn dan de eerste tempel. Het staat geschreven. Maar ook die kans hebben we gewoon niet gegrepen. En hebben we aan ons voorbij laten gegaan. When there was a demand for the Torah in Greek,
again, that could have been an opportunity, except the world wasn't ready, truly, sincerely, to receive the Torah as God's word translated into Greek, and it became another wasted opportunity. En toen de Torah werd vertaald in het Grieks, was de wereld daar niet klaar voor en de wereld nam die kans niet aan. En zo werd ook het licht van de Torah niet verder verspreid. Dus kun je ook spreken van een gemiste kans voor de wereld in dat geval. Een tragedie ook. And finally, I believe the coming together of Jews and Gentiles, Judaism and Christianity, to proclaim God's message to the world, that too could have been an opportunity. And whatever happened 2000 years ago, that opportunity was lost. En dan de laatste wat genoemd is inderdaad van het samengaan van twee. En toen is er dus ook een kans voorbij gegaan tussen het Judaïsme en het Christendom om samen te werken, om Gods licht te verspreiden over de hele aarde. En die kans hebben we samen niet gegrepen. Maar misschien krijgen we nu een nieuwe kans. And so the fast of the 10th month is an opportunity to learn how tragic it is when we waste opportunities. Dus het vasten van de 10e maand houdt zeker in dat wat het inhoudt als wij gemiste kansen, of als we kansen van God hebben gekregen en die laten voorbij gaan. May we learn the lesson of the 10th month, the fast, and all that it commemorates, and learn to seize the opportunities that God gives us. Dus laten we leren van het vasten van de 10e maand en van alle kansen die God ons geeft, dat we die ook zien. En dat we kunnen leren van het verleden, wat het is als je kansen voorbij laat gaan. En dat we onze ogen openhouden en de kansen zien die God ons nu geeft. Because again, God is always pouring out his spirit. There is that opportunity that comes from God. Want God staat klaar om zijn geest uit te storten. Er is altijd een kans van Gods wegen. But for us to receive that spirit, we need to prepare the vessels to be ready. When God gives us the opportunity to realize that he's giving us a responsibility to seize the opportunity that he gives us. Want als God bereid is en heel graag wil zijn Heilige Geest uitstorten, moeten wij en hebben wij de verantwoordelijkheid om de werktuigen die daarvoor nodig zijn te bereiden, voor te bereiden, klaar te maken. En zodat die geest niet verloren gaat. En dat wij ook bereid zijn de dingen te zien die God geeft en daaraan te gaan werken. Dat het ook onze verantwoordelijkheid is. I think we have an extraordinary opportunity now to learn the lesson and seize God's gifts, the opportunities that he gives us. Ik denk dat wij een fantastische kans hebben nu van God gekregen. Een nieuwe kans om samen te werken. What was lost in the Babylonian exile, what was not regained in the time of Ezra, God's giving us an opportunity. May we seize that opportunity today with the restoration of the nation of Israel to the land of Israel. En wat begon, zeg maar, inderdaad met de belegering van Jeruzalem, wat fout ging toen, wat fout ging in Ezra's dagen en de kansen die we toen hebben laten gaan, krijgen we een nieuwe kansen vandaag de dag met de terugkering van het volk Israël naar het land toe. En ook ja, dat het nu daar is, zeg maar. Dus het is dat zijn nieuwe kansen die God ons geeft. Likewise, the opportunity that remained unfulfilled when the Torah was translated into Greek, and the opportunity that also remained unfulfilled in Jews and Christians being able to project together the message of the Torah, so that God's salvation will reach the end of the earth.
That was an opportunity. It's coming back. En wat eigenlijk dus nog onvervuld is geweest, dat is dus inderdaad de vertaling van het Grieks, zeg maar, dat het aangenomen werd door de natie en dat de Torah werd vertaald ter onderwijzing van de volkeren. En de kans die wij hebben gemist is dat Joden en mensen vanuit de natie en het christenen, zeg maar, samenwerken om Gods licht te verspreiden tot de einde der aarde. Die kansen, oh, dat zijn nog onvervulde dingen. May we, by our perseverance and dedication to God, seize these opportunities, learn the message of the fast of the 10th, and make ourselves thereby the vessels that can receive God's Spirit and His blessings. En wij ook zullen zien de kansen die wij nu gezamenlijk krijgen. En dat wij ook bewust zijn van dat wij werktuigen zijn in zijn handen. En dat we de werktuigen ook gereed zullen maken om zijn geest te ontvangen, maar ook zijn zegen. God bless you. God zegent jullie.